Paul, we hebben een primeur. We hebben een gloednieuwe harp vandaag in de studio. De Harpy. Een harp die het nijpende harpprobleem dat Nederland teistert moet gaan oplossen. Wat is dat probleem? Eigenlijk is het probleem dat er te weinig harpen zijn. En dat de harp van oudsher een heel erg duur instrument is. En dat is jammer, want er zijn in Nederland heel erg veel kinderen die heel graag harp willen spelen en dat nu niet kunnen. En je kent het Leerorkest. Ja. Een mooi project, begonnen in Amsterdam Zuidoost. Inmiddels als een olievlek over Nederland verspreid. En het Leerorkest komt altijd met een hele hoop instrumenten, eigenlijk alle instrumenten uit een symfonieorkest, naar een basisschool toe. En vraagt dan aan kinderen welk instrument ze willen leren spelen. En dan blijkt dus dat heel erg veel kinderen zich erg aangetrokken voelen tot de harp. Maar de goedkoopste studieharp die is al gauw 1600 euro. Dat is 20 keer zo duur als een simpele viool of een simpele gitaar. Kortom, er moeten heel veel kinderen teleurgesteld worden. Ja, je kunt ook zeggen, dan kiezen ze maar een ander instrument. Ja, nou, dat gebeurt nu. Er zijn een hoop kinderen die tegen wil en dank een dwarsfluit of een altviool moeten spelen. Maar bij het Leerorkest dachten ze, we gaan het toch anders aanpakken. Dus die hebben een initiatief genomen om een hele nieuwe harp te ontwikkelen. Eentje die zowel heel geschikt is voor kinderen en tegelijkertijd ook heel erg goedkoop in grote getalen geproduceerd kan worden. Nou, daar is 2 jaar lang op gezwoegd, ook in samenwerking met de TU Delft. En vandaag is een vrolijk moment, want de harp is klaar. Die hebben we hier in de studio. Ontwerper Joris Beets, zelf ook harpist, die is de gast. En we hebben het Leerorkest met Remy van Kesteren om straks een voorproefje te geven. Sterke bezetting. Zullen we bij jou, de ontwerper, beginnen? Ja. Vertel, wat is er bijzonder aan dit instrument? Ja, we hebben eigenlijk de hele harp van top tot teen herontworpen. En dat moest omdat het oorspronkelijke idee was, dus een eerdere uitvinding die ik gedaan was de Delta harp, dus een elektrische harp. Mm-hmm. Om daar dan een goedkopere, een betaalbare versie van te maken voor het Leerorkest. Maar eigenlijk liepen we tegen een muur aan van een soort bodemprijs van de onderdelen van een harp. Maar als je daaronder gaat, dan wordt het gewoon slechte kwaliteit. Of je moet minder haakjes, minder snaren. En we wouden eigenlijk geen compromissen sluiten. Dus eigenlijk een volwaardige harp, maar wel betaalbaar voor het Leerorkest. En dat was onmogelijk eigenlijk zonder hem helemaal her te ontwerpen. Kun je daar even naartoe lopen en vertellen hoe die dan in elkaar zit? Ik zal hem even laten zien, ja. Dat is makkelijker. Dit is hem. De Harpy. Eigenlijk de grote doorbraak naar veel dode eindjes, doodlopende wegen, was het haakjesmechanisme. Dit zijn de haakjes hier. En ik kan even laten zien wat dat is. Dit is bijvoorbeeld een C en dan nu is het een Cis. Dus het is eigenlijk zoals de zwarte toetsen op een piano. Die je dan op een harp ook hebt, maar dan doet met haakjes. Maar dat zijn hele dure dingen. Er zitten heel veel onderdeeltjes in één haakje. En als je bijvoorbeeld, zoals deze, 24 snaren hebt, dan heb je 24 keer al die onderdelen. En je kan ze daar ook zien in dat plaatje daar. Heel veel metalen onderdeeltjes, erg duur. Er zijn er dan in totaal 240 als je 24 snaren hebt. En dit zijn eigenlijk maar 2 metalen onderdelen. Dus van meer dan 200 naar 2. En die haakjes die konden daardoor van hout zijn. Die worden uit hetzelfde materiaal gesneden als het plaatmateriaal. En ook dat nieuwe systeem, dat is ook gepatenteerd nu, is helemaal brandnieuw systeem. In het Engels. Daardoor konden de snaren in plaats van als een soort, wat er bij een normale haakjesharp is, dat de snaren aan de zijkant zitten en eigenlijk dat frame als een soort banaan willen kromtrekken. Waardoor je heel duur materiaal, sterk materiaal, zwaar materiaal moet gebruiken om hem dan recht te houden. En nu kon het eigenlijk als een soort sandwich, dus in plaats van banaan, een sandwich, tussen die twee dunne multiplex plaatjes in. En die harp die trekt zichzelf heel mooi stabiel samen en kan daardoor heel licht zijn. Ja, dit houdt dat je gewoon bij de bouwmarkt zou precies, kunnen komen. Ja, de bouwmarkt zal niet de naam. En waarom heb je hem Harpy genoemd? Harp-E. Dus de Harpy klinkt lekker in het Hollands natuurlijk. Maar het deed me ook heel erg denken aan, de inspiratie kwam een beetje van Wally. Dus dat schattige robotje. En dit heeft ook natuurlijk een heel erg karakter, dit ontwerp. En de I staat natuurlijk in het Engels voor electric. En dat is natuurlijk het andere grote punt aan deze harp, is dat die elektrisch is. Waardoor je een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden tot je beschikking hebt als harpistje. Je bent ingeplucht, dus je kunt hem even laten horen. Ja, precies. Dus onversterkt hoor je hem ook, maar zachter. En dat kun je dan bijvoorbeeld thuis doen. Of als met een hoofdtelefoon in kan je hem als je versterkt hebt. Maar hij klinkt natuurlijk nu als een grote harp eigenlijk. Terwijl het uit een heel klein dingetje komt, wat je
heel klein kan maken en makkelijk mee kan nemen. En dit kun je dus allemaal als een soort bouwpakket ook in elkaar zetten. Ze worden, de onderdelen komen uit de hele wereld. Ja, ik heb hier een handleiding liggen. Ja, we hebben de handleiding voor je meegenomen. Ik heb de pagina opgeslagen, maar daar werd ik zo moe van. Dat ik dacht, het krijg ik nooit van elkaar. Dus misschien moet je daar toch een soort technische knobbel voor hebben, of niet? Nou, eigenlijk dus helemaal niet. Bedankt. Ook jij kan dit, Paul. Ja, zelfs jij kan dit. Ja, het enige wat je nodig hebt is een inbussleuteltje. Je kan het hier zien. En alle onderdelen van Harp kunnen in elkaar gezet worden met inbussleuteltjes. Die je dus ook bij de Zweedse meubelgigant... Het is een beetje hetzelfde idee. Volgende week gaan we dat meteen proberen. Ja. De feestelijke lancering van deze harp die is komend weekend... tijdens het Dutch Harp Festival van Remy van Kester. Remy, hoe bevalt die nieuwe harp? Ja, ik vind het te gek. Ik bedoel, dit is de... Ja, ik speelde net die grote. Dat is natuurlijk... Dat is geweldig, maar daar begin je natuurlijk niet mee. En ik had het geluk dat mijn ouders destijds een klein harpje konden lenen... Waar ik op kon beginnen. Dat was zelfs nog kleiner dan deze. Het was ook voor studie bedoeld? Dat is ook, ja, ook voor studie bedoeld. En gewoon, ja, als je klein bent, dan kan je niks beginnen met zo'n grote harp. Dus het is heerlijk dat die er is. En ja, hij klinkt ook heel goed. Hij ziet ook goed uit. En kun je iets laten horen? Zeker. Klinkt goed, toch? Klinkt zeker goed, ja. Ja. En jullie gaan ook in spelen met ja, elkaar. Volgende week dan gaat het hele stuk van Sabine Canton in première op het Harpfestival. En dan staat dit kinderleerorkest dus tussen alle grootheden uit de harpwereld. En dat kan iedereen trouwens online bekijken. Jij ook, Paul, via harpfestival.nl. Doe niet anders. Daar kan je gewoon bij zijn. En de tickets zijn pay what you like, dus je kan gewoon zelf bepalen hoeveel je ervoor over hebt. En dan gaan we het hele stuk spelen. Nu spelen we één deeltje uit het stuk van Sabine Canton en dat heet Popcorn. Geweldig, dat klonk geweldig. Floris, hij moet betaald worden. Ja, maar hij is een stukken goedkoper dan de goedkoopste harp tot nu toe. Als je er veel van maakt, wordt hij ook steeds goedkoper. De ambitie van het leerorkest is om er nu... Hè, er zijn er nu 10 en ze willen nu naar 300. Doe maar. Als je er 300 laat maken, dan ben je €400 per harp kwijt. En om dat totaalbedrag op te halen, is er een crowdfundingactie gestart. En iedereen die wil doneren, kan meer info vinden op onze site. Heel goed. Heel Nederland aan de harp. Staat dat op het spandoek? Nee, maar het is nu al de slogan, denk ik. De democratisering van de harp. Die begint. Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel, Floris. En dankjewel, Joris. We wensen jouw harp een gouden toekomst. En komend weekend kunnen alle harpliefhebbers hun hart ophalen bij het online Dutch Harp Festival.